11 november is niet alleen de dag van wapenstilstand, niet alleen de dag van de vrede, maar het is tevens de nationale dag van de vrouw. Het is dan ook meer dan symbolisch dat ons gemeentebestuur vandaag mevrouw Patricia Padvoort in de bloemetjes wil zetten. Mevrouw Padvoort ontving in 2012 de eretitel van vredesvrouw. De Nederlandstalige Vrouwenraad VZW bracht ons op de hoogte van deze titel begin oktober. Patricia, of Pat, zoals de meesten hem noemen, Pat Padvoort woont in Maldegem en zij helpt al 40 jaar mensen actief te kiezen voor vrede. Zij doet dit door het geven van voordrachten en cursussen en door haar boeken over geweldloosheid. Pat werkt in scholen met jongeren, leerkrachten, directies en ouders. Om hier gehuldigd te worden, dus ik vond dat heel fijn. U had ook gevraagd om mijn familie mee te brengen en die zijn er allemaal.